What's good, Calvin? Mijn naam is Calvin, a.k.a. Calvin. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Dit was helemaal gek. Doe eens gek. Je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. God! En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. Ja, kom, kom, kom! En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekke Werk. Hey! Hallo! Welkom bij een nieuwe aflevering van Gekke Werk. Wat zeg ik? Een nieuw seizoen Gekke Werk. Boeia, motherfuckers. Inderdaad, mijn naam is Calvin, ook al bekend als Calvin. En het is weer tijd om de meest idiote dingen binnen 24 uur te gaan fixen. Want dat is dit programma. Mocht je nou Gekke Werk niet kennen, dan kijk maar even naar dit. Zo, dat was, dat was heftig. Dat was idioot, dat was gek. En het is weer tijd voor een nieuw seizoen. We gaan weer hopelijk week na week de meest idiote dingen ever doen. Ik heb er heel veel zin in, het wordt episch. Mocht je nou het concept Gekke Werk niet kennen, ik doe de meest idiote opdrachten binnen 24 uur. Als het lukt, komt er volgende week weer een aflevering. Als het mislukt, is het seizoen helaas voorbij en moeten jullie hopen dat er ooit weer een nieuw seizoen komt. Het is triest. Jazeker. Ik heb een fanaccount een DM gestuurd met de vraag of ze getal tussen de 1 en de 100 wil opnoemen. Die fanaccount, genaamd Kel is Idool, heeft gezegd 25. En opdracht 25 in de lijst van 100 meest idiote opdrachten op planeet Aarde is... Jawel, daar gaan we. Speel een 24 uur spotje jachtseizoen. Dus binnen 24 uur iemand proberen te pakken. Oké! Oké. Jongens van StukTV, jullie zijn legends. Jullie hebben een van de meest fantastische, misschien wel het meest fantastische format op YouTube in Nederland bedacht. Dus, hè, dikke credits naar jullie. Maar vandaag ga ik het een klein beetje overnemen. Dit is wel lachen. Mocht je nou jachtseizoen niet kennen, ga dan vooral even naar het kanaal van de jongens van StukTV om te checken wat het is. Ik weet niet precies hoe we dit gaan aanpakken, maar je gaat nu naar een animatie kijken die het helemaal voor je gaat uitleggen. Dames en heren, veel kijkplezier. Abonneer op mijn kanaal. Goed, dit is het plan. Ik moet dus jachtseizoen spelen tegen iemand die wel vaker door mij gepakt wil worden. Namelijk, komt-ie, mijn vriendin Nina. Ja, ze moet dus 24 uur uit handen zien te blijven van je boy Calvin. Eigenlijk is het een soort combi van jachtseizoen en ticketje. We veranderen de regels namelijk eventjes om het nog epischer te maken. Maar ja, dat zie je zo wel. In ieder geval, ze gaat rennen voor haar leven en ik ga haar proberen te pakken. Beetje zoals in de slaapkamer, maar dan zonder seksuele spanning. Klinkt op zich niet echt als een plan, maar ja, I got this. Meneer Waring. Calvin Boema. Jij denkt 24 uur uit handen te kunnen blijven van mij. Dat weet ik zeker. Klinkt wel als een tamelijk moeilijke opdracht, Nina. Nina, weet je wat de bedoeling is? Weet je wat we vandaag gaan spelen, schatje? Hoor je alsjeblieft van me afblijven? Wat gaan we vandaag spelen, schatje? Wat gaan we vandaag doen? Op het moment dat ik jou heb gepakt, is het ook gewoon voorbij. Gelukkig maar. Een beetje zelfvertrouwen. Ik zit vol met zelfvertrouwen. Oké, ben je al vol van jezelf? Ja, lijkt een beetje op jou, toch? Oké. Lang verhaal kort. Jij mag straks 20 minuten voorsprong. Ik krijg elke 10 minuten jouw locatie door. Dat heb jij nodig. Je mag gewoon zo lang mogelijk in auto's blijven zitten. Je mag gewoon in overdekte gebouwen. Maakt me allemaal geen reet uit. Want vandaag wordt gewoon keihard. Als jij 24 uur uit mijn handen blijft. Wat tamelijk lastig is. Want je moet er de hele nacht door. Maar dan ben je op vrij voeten en dan... Ben je dan ook gelijk van je af? Dan ben je gelijk van me af. Oké, top. Dan is onze relatie beëindigd. Top. Oké, daar gaan we voor. Gaan we even in je celletje. Kom maar, meisje. Nina is fanatiek, dat weet ik. Ik ken haar al een tijdje. Ze vindt het niet leuk om te verliezen. 24 uur is echt heel erg lang. Of het nou een spelletje Rummy Cup is of jachtseizoen. Ze gaat het wel hard spelen, denk ik. Ik heb wel iets voorbereid, maar ik kan niet te veel prijs geven. En ik heb ook niet alles voorbereid, want alles voorbereiden voor 24 uur is veel te veel. Ik denk wel dat de kans aardig groot is dat ze het langer volhoudt dan ik. Kel, kom maar op. Je gaat me nooit pakken. Los. Ze kan gaan waar ze wil, ook al is ze niet van plan om meteen een grote voorsprong te pakken. Oké, wacht. Het is 32 graden. Ik moet 24 uur uit handen blijven van Kel. Ik ga natuurlijk niet heel veel werk zelf verrichten.
Ik heb twee meisjes geregeld die een beetje op mij lijken. Die gaan een sub pakken en die gaan het water op. Dus Kel denkt dat ik het water op ben. Maar ja, ik pak gewoon een auto. We gaan nog even lekker genieten van de zon. Nina die is nu 5 minuutjes onderweg. En ik vind het wel leuk, want ik voel me nu... Ik voel me wat stuk TV normaal gesproken voelt. Dat je hier zit te wachten en dat je denkt, ja, kan niks. Chill dat ik dit even geregeld heb. Ja, heel eerlijk, het is echt veel te warm om met de naad uit te werken. Ik vind dit een heerlijk plekje. De zon staat vol op ons. En ik ga hier mijn bil in het gas deponeren. Nou Nina, je bent in ieder geval zeker van je zaak. Oké, ik krijg als het goed is over 12 seconden Nina haar locatie door. En dan weet ik dus waar ze is. Dan moet ik nog 10 minuten wachten en dan kan ik gewoon loezoe. Hier staat dat ze nog hier is. Hier in de buurt. Staat, of is het kapot of zo? Nee, ze staat gewoon nog steeds hier. Ze is nog steeds gewoon hier in de buurt. Of ze heeft een heel goed plan, of ze is knettergek. Eén van de twee. Ik heb wel wat plannetjes uitgedacht, ja. Maar het moet natuurlijk ook een beetje een verrassing blijven. En misschien hebben we wel wat mollen hier rondlopen. Ik kijk even naar de cameraman. Je weet het maar nooit. Over 5 seconden krijg ik Nina haar huidige locatie. Dan mag ik ook vertrekken. Even kijken. Is nog, nou, ik ga er sowieso even naar boven lopen, want hier staat dus gewoon dat ze nog steeds hier is. Nou, nu gaan we gewoon loesoe, jongens. Let's go. Nina moet ergens hier zijn. Of het signaal is kapot, maar dat kan ik me niet voorstellen. Wat is dit nou? Hé! Hey! Waarom doet zij zoiets? Nee, wij gaan aan het water. Ik hoop echt dat hij het water omgaat. Ik hoop het zo. Dit schiet toch niet op, joh? Hé! Hey! Nou, ik heb er over 5 minuten, jongens. Kom, we gaan. We doen de voorsprong, kom. Doei, sikkel! Ik heb nu al honger van dit harde werk gekregen. Dus, misschien ga ik een komaatje halen of zo. McDonald's, ik vind het een supergoed idee. En terwijl Kelvin wordt afgeleid door twee dubbelgangers, heeft Nina vrij spel en kan ze alle kanten op. Wat is het ook voor begin, hé? Nou, ze heeft ook gewoon iemand geregeld die één op één... Hey! Kom maar! Kom maar, meisje! Zie je de stress in mijn ogen? Ik niet. Ik zie nu al gewoon welke Nina is. Het is wel een beetje treurig, want dan is het vrij snel afgelopen. Hallo dames! Dag schat! Hoe gaat het? Nee! Nee! Oh! Waar is Nina? Jullie weten wel waar Nina is. Geen idee. Ik ga gewoon weer terug, fuck it. Ik ga weer terug peddelen, dames. Oh, wat verschrikkelijk. Yes, dankjewel. Oké. Okay. Oh, cheers to that. Thanks, mate. Aha. Uh-huh. Ja! Oké. Zo, jongen. Goh, en ik heb ook mijn telefoon niet, hè. Yes, dit is kut. Ze leken er, van dichtbij leek eentje echt fucking erg. Ja, ze zit op de weg. Ze is gewoon aan het rijden nu. God. Let's go. Oké, meneer, bedankt. Goed gedaan. De jongens van Stuk TV hebben natuurlijk gewoon een hele zwarte bus met alle high-tech apparatuur. Die heb ik helaas niet, maar ik heb wel een Maserati met zand. Ik ga ervan uit dat hij eigenlijk nu wel als wie weer hierheen is. Dus ik was een beetje chill aan het doen, maar eigenlijk is het helemaal niet chill. Dus we gaan nu gewoon de A7 op. En dan hoop ik dat hij denkt dat we naar Amsterdam gaan. Maar we gaan niet naar Amsterdam, maar we doen wel even de gas erop. Nina heeft een aardige voorsprong, denk ik. Ik heb echt al een tijdje op het water gezeten. Sam, je bent even mijn partner in crime vandaag. Ja. Is dat goed? Dat red ik. Het is haar locatie, die heb ik net laten zien, dat is in de buurt van de McDonald's. Dat is een beetje waar we naartoe moeten. Ja, de Mac die weet ik. Het is begonnen, dames en heren. Ga je pakken, Nina! Langs de A7. Het zou echt heel kut zijn als hij nu komt aanrijden. Maar ik hoop dat hij denkt dat ik naar Amsterdam ga. Maar dat ga ik niet. Ik ga gewoon namelijk weer terug waar we zijn begonnen. En dat is in Hoorn. Ja, kak. Ja, we moeten hier af. Zijn ze voorbij? Ja, we zijn ze voorbij. We hadden net nog een afslag. Ja, dat is nog... Daar zijn zij er afgegaan. Nina, haar plannetje lijkt te werken. Want omdat Kel van haar is gepasseerd, kan ze weer terug naar waar ze vandaan kwam. Oké, ze weten nu waar ik ben. Ze weten waar ik ben, ze weten dat ik nu terug zit. Ik denk dat hij aan die kant van de weg rijdt, maar hij kan ook 3 auto's achter ons zitten.
Maar Mandy heeft de gast er goed op, dus ik mag niet klagen. Waar zit ze? Medemblik. Ze is naar boven gegaan. Gas erop, jongen. We zijn 13 minuten van de verwijderd. We rijden echt niet normaal hard. Dit is echt niet normaal. Maar ik word toch een beetje zenuwachtig. Ik vind het fucking irritant dat hij weet waar ik ben en ik niet waar hij is. We nemen een soort van binnen doorweggetje. Want we daar iets sneller kunnen rijden, soort van. En daar is wat leuks. Ze zit 14 minuten van ons vandaan, richting het noorden, Medemblik, richting de Afsluitdijk. Die Afsluitdijk ken ik nog wel van een bepaalde jachtseizoenpoging. Hij rent weg! Ik zie hem wegrennen! Kut! Ja, ik heb hem! Maar ik zit nu aan de andere kant van de tafel. Ze gaan hem gewoon pakken. Als ze de Afsluitdijk op gaat, zou ik wel echt lachen vinden. Dat zou ik wel echt de ultieme middelvinger naar mij vinden. Maar Nina heeft duidelijk een ander plannetje voorbereid. Oké, ben je klaar? Ik heb twee dubbelgangers en we gaan naar de Hoge Vliet. En ik hoop dan dat hij niet weet wie ik ben. We moeten echt, echt weg. Naar de Hoge Vliet. Oké, ik zie je daar. Oké, op naar de Hoge Vliet. Oké, Nina, weet je wel zeker dat dit een goed plan is? Oké, kijk. Ja. 5 minuten. 5 minuten vandaan. Maar ze gaan sowieso het water op. Of Nina is weer rare Frans aan het hebben. Ja, hou contact, ja? Dag meneer! Ja. Ik heb toevallig een vrouw gezien. Een vrouw? Een vrouw in oranje overal. Nee, dat is ook nog niet geloof ik. 3 vrouwen gezien. Ja. Mike. Dit zit weer op het water. Ik weet er niet eens waar we zijn. Dag mevrouw. Oké, we moeten nu wachten tot de kelder aankomt. En dan, wij hebben de snelste boot. Als het goed is, zijn wij het snelst weg. En ik hoop dat Kelvin denkt dat ik of links of rechts ben, maar ik ga rechtdoor. Ja! Hey! Oh, holy fuck! Oh mijn god. Michael gaat even de drone in de lucht flikkeren, maar er zitten hier 3 fucking boten! Hij mag mijn hoofd niet zien! Ze gaan snel hoor. Ik denk dat rechts ook niet, links en rechts niet. We varen naar een plek en daar staat mijn taxi. En dan ben ik hier zo snel mogelijk weg. Dat gaat. Dat is echt kut. Die fucking drone. In het water. We weten nog steeds niet wie de goede is. De drone is helaas in het water getiefd. Kutzooi. Godsamme jongen. Lekker bezig, Kelvin. Zonder drone ga je er nooit achter komen welke van de 3 Nina's de echte is. Dankjewel! Hij komt het hoekje om. Toen varen we met z'n allen, maar ik heb het geluk. Als het goed is, heb ik de snelste boot. En het duurt ongeveer, als hij mij volgt, duurt het nog 20 minuten voordat hij überhaupt aankomt aan wal. Dus... Fuck! Ja, laten we gewoon hier weer op gaan. Hier jumpen we gewoon weer op. Okay. Ga gewoon een trein pakken. Zaandam, is Zaandam in de buurt, Mandy? Yes, gaan we naartoe. Een half uurtje rijden. Oké. Kelvin moet wachten op zijn auto, maar Nina is alweer onderweg naar haar volgende bestemming. Station Zaandam. Nina is gewoon fucking ver weg. En onze drone is weg. Wij zijn echt fucking mislukkeling. Zijn. Ik weet niet wat het fucking station is. Kom, gaan we dit pakken. Half uur. Hm? Kut! Hoe dan? Gaat niet helemaal goed, hè? Nou, plankgas. Ik moet echt wat aan mijn conditie doen. We zijn bij het station in Zaandam. Ik krijg over 30 seconden locatie.
En dan weten we welke kant ze op gaat. Of ze is nog hier. Maar ook dan weet ik niet precies wat we gaan doen. Waar gaan we daar zitten? Het zou nog leuker zijn als ze hier nu aan het rennen was. Amsterdam Sloterdijk. Nee joh. Dit kan toch niet? Dan gaat ze waarschijnlijk naar, Amsterdam. En vanaf Amsterdam kan je overal naartoe. Als het goed is, zij binnen 2 minuten een piepje krijgen. En dan hoop ik dat Kel niet weet waar ik heen ga. Maar we blijven, of nou, we stappen voor het idee even uit de trein. En we stappen weer in de trein. En dan gaan we naar Breukelen. En dan gaan als het goed is alleen maar sprinters heen. Hij moet gewoon maar gokken van alle treinen op Amsterdam Centraal waar we heen gaan. En dat is een hele grote gok. Sorry Kelvin. Ja. Nina heeft het wel onder controle. Oké, we hebben nu een gokje gewaagd. We denken dat ze richting Utrecht gaat. Dat zou nog wel logisch voelen of zo. Nou, het is zeg maar zo. Bij elk station, we stoppen echt bij 6 stations voordat we bij Breukelen zijn. Kunnen ze gewoon staan. Dus dat zou ik heel kut vinden. Goed. Nee! We zitten goed, Pip! Ze zitten. Hè? Dat zien. Ze zitten in Amsterdam Zuidoost. We lopen voor. Ze zitten nog steeds op het spoor, Pip! Ja, maar moeten we dan. Dan moeten we eigenlijk hier. Ja, ik weet niet, halen we dat dan? Het volgende spoor. Als je daar op het bron gaat staan. Ja, laten we dat doen. Ja, maar welke is de halve? Ja, kijk, dan ga ik checken. Dus de eerstvolgende zou dan. Breukelen zijn. Nee, die komt zo. Breukelen, kunnen we dat halen? Ja, we gaan daar, zullen we daar gewoon naartoe rijden? Station Breukelen. Ja, over 10 minuten zijn we in Breukelen. Ja, wel eens dit. Dan ren ik gewoon het station op. Ik kan me geen reet meer schelen. Maar we zitten echt, als hier een spoor naast zou zitten, reden zij echt zo daar. Of ze rijdt gewoon, als ze slim is, gaat ze door. Ja, maar die trein stopt wel. Ja. Oké. Pas. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig. Oké. Straks staan ze hier, dan hebben we echt een probleem, hè. Eerst mijn veter even goed strikken. Naar het fucking station navigeren. Had je die er niet in? Ik heb daar gewoon naar Breukelen genomen. Nee joh. Ja, hier. Dus spring er maar. Ik ga gewoon hier. Go. Nina komt bijna aan op station Breukelen, terwijl Kelvin haar hier letterlijk op staat te wachten. Loop. Daar is het. Fuck! Nee! Ja! 2 treinen. Maar we staan aan de verkeerde kant. Wel haar. Ja, snel, waar ben je? We staan op die brug. Ja! Hij is er. Kom. Wacht. We kunnen weer! Nina is op het nippertje ontsnapt en zit momenteel in deze auto. Wij stonden op die brug. Oh, ik zweem me zo de pleuris. Godsam, man. Waar zijn. Oh, daar! Hij rent daar! Ik zie hem daar in de hoek. Nu van het ding. Kut, je mag hier niet inhalen. Kut, ze komen er nu aan. Snel. Kut! Zo knap. Nee, ik zag er gewoon niet. Zag je wel kans op ging of niet? Fuck! Het is een Mini Cooper, ja? Met strepen op het dak. Maar die auto stond hier eerst. Ja, dus ze zijn omgereden. Heb je het al gezien? Die auto hebben we al gezien. Nina! Daar! We zijn in de buurt. We zijn echt fucking dichtbij. Als het goed is, ze staan gewoon stil de hele tijd. Hier moet het zijn. Ik kan niet verder. Dit is gewoon een doodlopende stuk. Top. Kelvin ziet weer 2 meiden in oranje overals in de verte en zet het op een rem. Ja! Kom door! Hij gaat! Nee! Kut! Ik ga het verstoppen, want
Mijn derde masterplan komt eraan. Dat is dat mijn twee lieftallige Nina lookalikes in een oranje pakje staan. Ik hoop dat Kelvin denkt dat ik een van hun ben. Dat hij daarheen chase. En dan pakken wij daar de auto. En dan gaan we gewoon weer rijden. Snel! Go! Ik denk echt dat het maar, als hij dit hoort, dat we echt maar een paar minuten voorsprong hebben. Ze moeten gewoon gassen. We moeten echt gassen. Ik zit te rennen en ik denk ja, of dit zijn ze, of dit is Nina, of het is er niet. Maar ja, ik kan ze niet laten gaan. Ik kan niet gewoon denken, ze zullen wel fake zijn. Maar alweer de fucking, weer dezelfde fucking truc. Dit waren zeer precies dezelfde als vanochtend. Ja, Kelvin, in het vervolg zou ik even twee keer nadenken voordat je begint te rennen. Okay. Let's go. Woeps. Misschien komt het voor sommigen bekend voor. Maar dit is het vliegveld teugen. De vraag is, wat ga ik doen? We zijn 10 minuten verder. Het zweet druipt van mijn voorhoofd. Maar we hebben wel een nieuwe locatie. Een kwartier hier vandaan, we rijden op een goede weg. In Teugen. Ze zitten in Teugen. Teugen. Ja hoor. International Airport Teugen. Ja, zij gaat gewoon vliegen. Ja, maar we zitten er echt dicht op. Hè. Als zij daar wil vliegen, dan moet ze binnen nu en een kwartier in dat vliegtuig zitten. Dan moet je wel heel snel zijn. Kelvin zit dus op 15 minuten afstand van Nina, terwijl zij zich nog klaar moet maken om de lucht in te gaan. Was dit wel zo'n goed plan, Nina? Kelvin doet even een belletje naar het vliegveld in Teugen. Dag, spreek met Kelvin Boema. Spreek ik met het vliegveld in Teugen? Ja. Ik vroeg me af of er een dame in een oranje overal bij jullie is gesignaleerd. Ze zijn een groot veld, ik zou het niet weten. En zo? Ja, dat moet ik even weten. Ja, waarom moet je dat weten? Ja, dat is uiterst belangrijk. Dat is namelijk een boef uit de gevangenis, die moet ik vangen. Oh, ja, nou ja. Ik heb niks gezien, dus... Nina maakt van de gelegenheid gebruik om een van haar favoriete hobby's uit te voeren. Hallo. Waar Teugen, goedemiddag. Hi, ik vroeg me af of jullie hier toevallig een beeldschone dame binnen hebben zien komen in een oranje overal. Ja. Ja? Ja, staat bij ons aan de receptie. Oh, wat fantastisch. Oké, okay. Nou dan weet ik voldoende. Lekker! Dit is te gek, jongen. Ik weet niet waar we balans zijn. Nou moeten we wel even doorknallen. Ja, nu trekken we één recht in twee. Hoe lang is het nog? Nu nog 10 minuten volgens mij. Dus dan moet het gewoon kunnen. Ja. Come on, boys! Ja. Ik moet springen, denk ik. Jazeker. Waar de fuck is dat vliegveld? Oh, hier. Teugen Airport. Go. We zoeken de plek waar je kan skydiven. Ja. Is dat hier? Ik zoek een vrouw in een oranje overal. Ja, ze hebben allemaal wat op. Ja, maar waar is ze hier geweest? Ze is strak. Nee. Daar, even door naar de hoek. Hou op. Even naar buiten, helemaal naar het eind. Ja. Hier kan je toch allemaal niks mee. Is dat er? Daar is het. Kunnen we waar gaat ze landen? Moet je hem naar hem rennen. Kunnen we in die bus? Ja, come on boy! Ze zit gewoon in de fucking lucht, ouwe! Kom! Rijden met dit ding. En terwijl Nina zich klaarmaakt om haar sprong te maken, gaat Kelvin haar opwachten op de grond. Hij weet alleen niet waar ze zal landen. We're gonna miss it. What zeg je? We're gonna miss it. I gotta wait for this plane.
Okay. Hou op, joh. Never gaan, we gaan hem sowieso niet missen. Deze guy zegt dus dat we hem... Ja, ik zie hem gewoon in mijn fucking lucht. Go, 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 go. Ja, dit gaan we redden, jongen. Kom on, boys. Beste, beste, kom, kom, kom. Ja, ze komt, ze komt, ze komt. Go, 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 nee, dat gaat mooi. Ja, pet. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Ja. Ja. Ja, dit is het. Fuck you. Holy shit. Hier overal. Wijfie. We hebben het gewoon even gedaan. Yeah! Jongens, even een mededeling. Normaal gesproken doe ik dit niet, maar Gekke Week is genomineerd voor een televisiering. Namelijk de prijs voor beste online videoserie. En die wil ik heel graag winnen. Omdat Gekke Week fantastisch is, het is mijn kindje, het is het beste programma wat ik ooit gemaakt heb. Het wordt super vaak bekeken, dus het zou me enorm helpen als jullie me steunen. Stem op Gekke Week als je het een vette serie vindt, als je het een vette aflevering vond. Check hieronder in de beschrijving en dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Dankjewel!